Van de wereld van de waterveiligheid en het Olympiaanschap gaan we nu sportief verder. Frans van der Ham aan tafel, projectleider van de Waardse Sportspelen. Ja, we hebben er zin in met de middelbare scholier, hè? Want het gaat komen, Frans. Het gaat komen. We hebben natuurlijk een pandemie gehad. Ja. Dus 2 jaar hebben we niet kunnen acteren met de leerlingen. Maar het staat weer op de rol. Maar even voor de kijkers, de Waardse Sportspelen. Wat zijn de Waardse Sportspelen? Ja, ik denk dat het handig is om even de historie even aan te geven. Dat begon in 2015. Vanuit het coalitieakkoord van de Krimpen en Waard. Ja. Daar stonden allerlei doelstellingen in. En een van die doelstellingen was, hoe kunnen we de jeugd nou wel wat meer actiever sport krijgen? En niet alleen de jeugd, hè, Frans, want er zitten nog twee dames aan tafel. Ja, die gaan straks ook nog veel meer vertellen over sportieve activiteit. Ja. Want zeg maar, bewegen is gezond en is belangrijk. Ja, dat is in het algemeen zo, dat klopt ook. Maar dit was de intentie om... We hadden te maken met jeugdigen die eigenlijk alleen maar bezig waren met een mobieltje, gamen, met een device andere dingetjes, gamen. En dan moesten ze ook nog, om dat allemaal te kunnen betalen, moesten ze zaterdagmorgen werken. En dat ging ten koste weer van de sport. Ja. Kinderen werden wat vetzuchtiger. Wat zeg je dat mooi? Wat vetzuchtiger? Ja, nou ja. Zowel qua voedingspatroon als qua uiterlijk waarschijnlijk. Jazeker, ja. Beide. En weet je, dat sprak wat founding partners aan. Mm-hmm. Mensen die van de sport houden, die zeiden van dit is jammer. Ja. Hoe kunnen we dit nou oppakken? Nou, in samenspraak met de gemeente hebben we bedacht, wij gaan de zogenaamde Waardse Sportspelen opstarten. Ja. En wat houdt het dan in? Kinderen van leerlingen van het eerste en tweede klas middelbare school. Want dat was de belangrijke doelgroep die afhaakte bij de vereniging. Yeah. Om die weer enthousiast te maken voor een sport. En vooral een nieuwe sport die ze niet kenden. En toen hebben we gezegd van wij gaan dat in samenspraak met de scholen doen. Met de gymleraren, met de rectoren. Yeah. Die moeten daar ook helemaal achter staan. En zo is dat gaan rollen. En het komt hier een beetje op neer dat kinderen dan in de school zich kunnen voorbereiden een maand of 3, 4 met de gymleraar. Mm-hmm. Op een bepaalde sport. Met hulp van de verenigingen. Yeah. En als climax komen dan we hebben 5 scholen in de Krimpen en Waard. Of eigenlijk 5 schoollocaties, 4 scholen. Yeah. We hebben de 3-star in Lekkerkerk. We hebben het Gemini College in Lekkerkerk. Schoonhoofdcollege in Schoonhoofd. Twee locaties. Ja. Vlisterweg in AP. En Willem de Zwijger. Dus bij elkaar zijn dat aardig wat kinderen. Mm-hmm. En als we nu over de 5e editie praten, op 9 en 10 juni praten we wel over bijna 1400 kids. Ja, wie zegt net al, een eerste lustrum, hè, de 5e editie, 9 en 10 juni gaat er plaatsvinden. Ja. 1386 kinderen zijn in het voorgesprek. Heel goed, André, Die deelnemen. Maar eigenlijk hebben jullie een maatschappelijk probleem wat er is. Hè, het vetzuchtig zijn van de jongeren en worden van de jongeren. Verpakt in een sportief evenement op een speelse wijze met de scholen. Ja, en het idee is toekomstgericht. Ja. Van kunnen wij die kinderen enthousiast maken voor een sport? Een win-win. Een win-win. Ja. Dat is voor ons prettig, voor de vereniging prettig, maar met name voor de toekomst van die kinderen. Dat ze een sport kiezen waar ze langdurig in blijven, en blijven recreëren. Ja, en dan was zeg maar, jullie opzet is, hè, we gaan de sporten zeg maar, promoten. Hè. We gaan eigenlijk diverse sporten kunnen ze aan deelnemen. Ja. Ze oefenen op school en dan gaan ze strijden voor die veelbegeerde schoolwisselbeker. Dat is ook zo. Wij hebben verschillende locaties. Laat ik eerst zeggen dat wij naast de atletiek, de moeder de sporten. Ja. Ik kom er zelf ook uit voort, hè, als tienkamper. Maar we hebben een 7-kamp bedacht voor de leerlingen. En die doen we op de atletiekbaan in Schoonhoven. We hebben ook een nieuwe sport. Wij vinden wel dat er ook bij die sport, als je die sport aanbiedt aan de leerlingen, dat er ook een vereniging bij moet begeleiding moet zijn, zeg maar. Zodat ze ook bij die vereniging kunnen aansluiten. Ja. Ja. Wat gebeurt er dan als een vereniging? Als het vitale en verenigingen zijn die graag leden willen hebben, dan zeggen ze, knullen of meisje, kom jij maar een week of 6 in onze vijver spelen. En dan kijken of je het leuk vindt. Een soort promotie. En dan worden ze lid. Ja. Dat zie ik op de atletiekclub, dat zie ik bij de triathlon. We hebben ook een hele boeiende triathlon, een mini-triathlon. Dat is afgestemd natuurlijk met de Nederlandse bonden. Ja. Van hoe ver mag een kind zwemmen, hoe ver. Maar het is bijzonder dat er straks 200 leerlingen, en dat verdelen we wel in meisjesgroepen. De meisjes starten eerst in 6 banen. 12 kinderen per baan, dus 72 meisjes starten in Schuwacht, in het Krimpense bad, exact om 11 uur. En dat doen we ook in het Wilgerakken Schoonhoven. En vervolgens zwemmen ze 400 meter,
dan is het haasjerepje afdrogen, helmpje op, de fiets op. Ja. En dan maken ze een traject van 12,4 kilometer. En dan komen ze, als het goed is, komen ze dan uit op de plek waar al die kinderen samenkomen. Op de verzamelplek. En dat is hier achter bij het parkeerterrein. Okay. Dus daar wisselen, daar gaat de fiets gaat in het rek. Het helmpje gaat af. En dan gaan ze de hardlooprun in. Maar in ieder geval heel veel sporten, zeg maar. En ook een hele grote ambitie. Dat betekent dat je heel veel mensen nodig hebt om te kunnen organiseren. Ja, dat zijn bij elkaar ruim 120 vrijwilligers. Ja. Ja. Verkeersbegeleiders, je moet van alles aanvragen. Verkeersbegeleiders heb je nodig. Dat soort zaken. Het vergt natuurlijk qua organisatie van tevoren. En jij bent projectleider van het project. Dat je heel veel zaken moet regelen. Alvorens je überhaupt maar een sportief evenement aan kan bieden. Ik moet wel zeggen, er is een fantastische samenwerking met de vitale verenigingen. Want die zijn allemaal bereid om er heel veel tijd in te stoppen. En dat geldt voor al de mensen. Ja. Dat geldt maar eigenlijk een pluim vanaf deze kant ook voor alle mensen die daar op vrijwillige basis aan meewerken. Ja. Heel belangrijk. 9 en 10 juni, zei je al, de vijfde editie gaat plaatsvinden. Ja. Een eerste lustrum. Nog iets in het kader van dat lustrum? Behouden dan dat je nu echt uitpakt ook met de sporten? Ja, nieuwe sporten bij. Voetgolf. Omdat er een vereniging actief is. En de inschrijving is enorm bij het voetgolf. En je kan er ook maar de 180 leerlingen kwijt over die 2 dagen. Maar we bieden de kinderen in ieder geval een ruimte om te zeggen van dit lijkt me leuk. He, zo, we hebben ook tennisclinics, we hebben hockeyclinics. Ja. Gewoon om kennis te maken met die sporten. Met die sport, juist. Op laagdrempelige wijze kennis maken met precies. sport. Ja. 19 juni, je zei dat al, de middelbare scholieren hier in de Klimpertermaat gaan de strijd aan met elkaar voor die felbegeerde beker, zei je absoluut. Als de scholen, ze zijn aan het oefenen, de beleving op dit moment, zwermt het, zweeft het al door die scholen heen van we gaan hem pakken? Ja, dat zweeft zeker. Hè? Want leerlingen die weten nu nog niet in welke sporten ze bezig zijn. Want het palet van aan aanbiedingen is gewoon breed. En dan uiteindelijk, als de meivakantie, dat is aanstaande maandag, dan gaan we de school in, dan gaan we de posters ophangen en de programma's ophangen en waar ben je ingedeeld. En dan gaan we wat specifieker aan de gang met iedere leerling. En dan gaan we die spanning opbouwen naar 9 en 10 juni, en de vijfde editie. Ja, want het gaat wel ook een beetje, ik ben ook een sportieve man, het gaat wel om de beker de strijd, met de grote oren. Frans, hartelijk dank. Heel veel succes met de laatste voorbereidingen en een evenement. Nou, mensen kunnen altijd komen kijken op de diverse locaties heel waar leuk. Of hun kinderen of kennis of wie dan ook bezig zijn met sporten. Dank je wel.